Wietse, goedemorgen. Harry, goedemorgen. Heb jij nou een strategie? Want laten we zeggen, je komt nu met een wijn van 5,95. En vorige week had je ook al een goedkopere wijn. En met de kerstdagen dan ben je duur. Nou, jij zegt dat als je de finish wil bereiken, moet je een strategie hebben. Dus ik heb zeker wel een strategie. Kijk, die decembermaand is gewoon een hele luxe maand. En dan weten we soms, ja, tussen haakjes van gekkigheid, niet wat we nog willen eten en drinken. In januari zat er wel een beetje een maand dat je een beetje denkt van, oké, nou, nu gaan we het even gewoon doen en eventjes weer normaal. En dat is voor mij wel de uitdaging om toch een mooie wijn te om toch de geneugde des levens met een wijntje in te kleden. Vertel het eens. Ja, en dan kom ik in Chili terecht. En een paar jaar geleden ben ik in Chili geweest en ik was eigenlijk een beetje zeer blij verrast. Super fijne omgeving om te zijn en dat zie je ook terug in de wijnbouw. De Chilenen zijn heel geconcentreerd en waarom is die wijnbouw in Chili eigenlijk zo succesvol geworden? In de 19e eeuw, Harry, is de druivenluis, heeft huisgehouden in Europa. En het enige land in de wereld die niet aan die druivenluis mee in contact is gekomen, is Chili. Dus heel veel Spanjaarden, Fransen, Amerikaanse wijnbouwers zijn naar Chili gegaan en die zijn daar helemaal losgegaan. En dat komt bij een van de meest favoriete blauwe druivensoorten, de Cabernet Sauvignon. En dat is de keuze van de wijn van de week. Las Rocas, Cabernet Sauvignon, Central Valley. Dat Chili, dat is 5000 kilometer lang en slechts 200 kilometer breed. Aan de ene kant heb je de Stille Oceaan en aan de andere kant heb je het Andesgebergte. Super omstandigheden om de wijn te maken. En het leuke is dat het heel betaalbaar is. Want dit kost slechts... Wat heb je... Ja, dit kost 5,95 per fles. En om die mensen nou een beetje op gang te helpen van die januari maand, we zijn over de helft, heb ik een heel leuk proefpakketje gemaakt. Met 4 rood, dus 4 Cabernet Sauvignon en 2 Chardonnay. En gewoon als introductie, €30, thuis bezorgd, geleverd en al. En geen bezorgde bezorgers. Oké. Nou, zoals gebruikelijk kunt u dat nu bestellen op internet en maandag eventueel per telefoon. Heb je genoeg voorraad? Ja, we hebben goed ingeslagen. Geen containers overboord. Containers zijn veilig in Nederland aangekomen. Dus bestel maar en geniet er maar van. En we helpen je door de januari maand. Oké.